Nou, trouwens, volgens mijn vriendin kon ik hier en daar nog wel bijgespijkerd worden qua feminisme. Zo blijkt er dus een feministische filmtest te bestaan. Is er toevallig iemand hier vanavond die weet welke test ik bedoel? Laat even van je horen. Ja? Mannen allemaal, ik wil allemaal mannen. Mag ik hoor hier volgens mij iemand? Klopt dat? Nee, nu niet meer. ik kom in vrede, jongen. Dames, sorry, iemand? Sorry? Wegbeltest. Kijk, mag ik vragen hoe je heet? Lianne. Zou je ons willen vertellen wat de test inhoudt? Waarbij het niet over mannen gaat. Ja, ze mag een applaus voor Lianne. Nou, spot on, voor de mensen die het niet hebben verstaan. Het heet dus de Bechdel-test. En de test houdt in, de volledige test is... Er moet minstens één scène in zitten in de film. Met twee vrouwen. Die allebei een naam hebben. Nou, gaat blijkbaar ook nog wel eens mis. Ja? Die een gesprek voeren dat niet over mannen gaat. Nou, dat is een feministische filmtest. Ja, wat ik in theorie een uitstekende test vind. Ja, in de praktijk keken we Lord of the Rings. En ik had er ook echt zin in, weet je, ook knussig sfeertje. We gingen kijken, ik voelde al vrij snel naast me, ja, er is iets niet helemaal in de haak. Ik vroeg eens, is alles oké, lieverd? Hij zei, nee, kijk dan. Ja, dat hele gezelschap, de hele Fellowship of the Ring, zijn alleen maar mannen. Oh ja. Maar denk je dat ik me vertegenwoordigd voel door een elf, een dwerg, een hobbit en een stokoude tovenaar? Nou, ze wist dat ik een punt had, maar dan kon ze niet laten. Zei ze, nee, oké, maar toch wel door het hele leger aan orks. Maar kijk, mij ga je verbaal niet pakken. Ik bedoel, twee keer cum laude afgestudeerd met cabaretier, mij ga je verbaal niet pakken. Dus ja, ik kwam meteen terug. Ik kwam meteen van... Laten zien wie de baas is.